Dit is het COVID-19-journaal, het programma van het ministerie van Volksgezondheid. We beginnen in deze aflevering met de laatste updates rond de uitbraken in diverse hotspots, zoals Yarikaba en Apura. Een deel van de positief geteste personen in Apura wordt nu verpleegd in het Mungra Medisch Centrum in Ikeri. Dr. Ori, waarnemend directeur van het BOG, geeft ons de details. We hebben de laatste dagen geen positieve cases gehad van die cluster, maar kijk, het is pas een paar dagen. We moeten nog even wachten, misschien na het weekend. Als we tot na het weekend geen cases krijgen, kunnen we misschien zeggen van oké, het lijkt alsof die cluster er niet meer is. Apura kregen we nog steeds enkele positieve cases. Je weet, als je enkele hebt, dat wil zeggen er is besmettingsgevaar, hangt er vanaf hoe de mensen met elkaar omgaan. Als ze COVID-maatregelen niet in acht nemen, dan kan je krijgen dat je weer een toename krijgt van cases. Maar we kregen nog steeds positieve cases van die cluster. Resort Yarikaba. Daar is er totaal lockdown, omdat er daar vanuit een bepaald gedeelte een heleboel positieve waren. En er waren in binnen korte tijd waren te veel positieve. Vandaar dat de lockdown, de samenscholing en andere niet-COVID-positieve zaken zijn eigenlijk stopgezet. Dat mensen niet blijven hangen voor de winkels en niet op de hoeken. En dat ze eerder alles dicht moest zijn. In dit COVID-19-journaal doet Dr. Ori een belangrijke mededeling. Gebleken is dat een schoolhoofd besmet geraakt is met het coronavirus, waardoor de school verplicht haar deuren moest sluiten. Gehoopt wordt dat er hierdoor geen cluster ontstaat. Er is gisteren gebleken dat een leerkracht of schoolleider op een school positief is getest. Wat uit het onderzoek blijkt dat die leerkracht of schoolhoofd moet het zijn, als hij dat zondag klachten had. Dinsdag is ze feest gaan vieren en mensen gaan trakteren met al dat ze klachten had. Hoestende was en de volgende is positief getest. En kijk, dit mag niet voorkomen. Toch? Als je ziek bent, blijf thuis, ga testen. Toch? En deze persoon is dit zondag ziek. Gaat nog dinsdag naar school. Gaat mensen trakteren. En gaat pas woensdag testen. We hopen niet dat we een cluster krijgen hieruit. Laat me dat zeggen, we hopen niet. Maar dit is ongehoord. Het zou niet mogen. Het mag niet gebeuren. Kijk, onderwijs heeft eigen structuren. Ze hebben de inspectie en ze hebben eigen protocol ook. De leerkrachten en de leerlingen, studenten, dienen zich te houden aan de protocollen. En dat is het. De sociale controle moet er zijn. De collega's moeten de anderen zeggen, kijk, je houdt je niet aan de regels, want zij is een gevaar voor jou niet. En daarom moet er gelet worden, want je kan niet zeggen, ja, is haar zaak, laat ze doen. Maar het is niet waar. Toch? Als zij COVID oploopt, is het een risico voor jou. En ik kan je één ding zeggen, COVID, niet alleen de ziekte, maar ook in quarantaine gaan blijven, is een psychologische marteling. We hebben meegemaakt hoe mensen eigenlijk psychische stoornissen gingen krijgen. En je wil niet in die situatie komen. Je wil dat voorkomen. En daarom is het belangrijk, als je ziet dat mensen geen mondmasker hebben, ga weg vandaar. Als je in een groep bent, je bent ergens aangekomen, je ziet er veel mensen bij elkaar, ga niet daartussen. Want het is moeilijk om de mensen te zeggen, hey, uit elkaar, je moet jezelf beschermen. En op school zou dat niet mogen. Toch? Want er zijn protocollen, iedereen dient zich te houden aan de protocollen. En vooral leerkrachten, die moeten het goede voorbeeld geven aan de studenten. Daarvoor zijn ze er. Het is toch niet zo dat een leerkracht op school mag roken en de klas mag roken. Dat is geen goed voorbeeld. Precies zo bij COVID. De schoolkinderen moeten toch het goede voorbeeld kunnen zien in de klas. Want je kan ze niet zeggen, draag mondkapje en je loopt zonder mondkapje op. Dat kan niet. Dat zou niet kunnen. En de sociale controle van de collega's moet er wel zijn. Kijk, we gaan niet overal kunnen zijn. Niet de politie, niet biologie. Wij gaan niet overal kunnen zijn. Maar de sociale controle moet er zijn. Als we dat goed oppakken, dan gaan we minder cases blijven hebben. Maar als iedereen zegt van, nou, aan mijn probleem. Dat is niet goed. Dat is niet goed. En op scholen, dat mag zonder meer, dat mag niet. Goed om te weten dat aan personen uit de wijde omgeving van het regionaal ziekenhuis Wanica op maandag, woensdag en vrijdag de gelegenheid wordt geboden zich op COVID-19 te laten testen middels een swab. Dit gebeurt in samenwerking met het BOG. De swabs worden nog op dezelfde dagen hier afgenomen, op de maandag, woensdag en de vrijdag. En we hebben dus gemerkt dat het landelijk afneemt. Niet alleen in het Wanica ziekenhuis, maar de testen worden dus gezamenlijk gedaan met het BOG. Want de data wordt centraal bijgehouden.
En op alle swappunten is er dus een afname te zien, ook in het Wanica ziekenhuis. Er komen steeds minder mensen komen ook testen, maar ook het aantal positieve vermindert. In sommige buurten zijn er drive-by of walk-by swaps. Daar kan je gewoon naar binnen lopen. We proberen eigenlijk alle swapposten te maken dat het drive-by swaps worden of walk-by swaps, maar er zijn een paar logistieke dingen die goed in place moeten zijn. De andere mensen waarbij dat niet mogelijk is, kunnen ze wel via 178 bellen en afspraak maken en dan wordt teruggebeld waar je kan gaan swabben. 178 is nu uitgebreid, we hebben meer lijnen nu en we hebben ook call waiting. Je weet, in het verleden is er geklaagd van ja, ik kom niet door, is constant bezet, wordt niet opgenomen. Maar op dit moment hebben we een heel ander systeem dat je zelf call waiting hebt, dat je zeker aan de beurt komt. Van de directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica krijgen wij aan het eind van ons gesprek toch weer die belangrijke waarschuwing. Ik vind dat wij als samenleving en natuurlijk alle actoren die dus belast waren ook of belast zijn met COVID-zorg, ervoor hebben gezorgd dat de situatie nu zo is. Dat we een daling hebben en dat het goed gaat. En natuurlijk is het dan, de verantwoordelijkheid blijft bij ons. Willen wij dat de gevallen minder blijven? Willen wij dat ons reguliere leven weer oppakken? Moeten wij de regels in acht houden? Deze regels hebben ervoor gezorgd dat de cijfers dalen. En als je je eraan blijft houden, blijft alles normaal. Dus blijf je aan de regels houden en we zullen zelf zien dat het positief voor ons zal uitwerken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, resorteert, laat het COVID-19-journaal weten dat voor het CBB-personeel en de bezoekers, die voor belangrijke persoonlijke documenten zich dagelijks bij Drommen aanmelden, een COVID-19-veilige omgeving is gecreëerd. Nou, net als bij elke andere ministerie wordt er goed opgelet. Je temperatuur wordt gemeten, je handen worden gespoten. We hebben zelf op de verschillende afdelingen verschillende protocollen ontwikkeld ter bescherming van onze ambtenaren. Natuurlijk, je ziet het, ook al bescherm je jezelf ten volste. Je kan ermee te maken hebben. Zelfs de president van Amerika heeft het gekregen. Hebben we hier jammer genoeg een ambtenaar verloren aan COVID. Was een hele jonge jongen, een OD-AD van ons, de heer Rabin. Hij was heel erg geliefd, maar hem hebben we dus verloren aan COVID. Ja. We hebben dus drie departementen. We hebben het directoraat BISA, directoraat Algemene Zaken en directoraat HRM. Het is vanzelfsprekend dat dezelfde protocollen voor dezelfde directoraten gelden, voor de verschillende directoraten gelden. We hebben natuurlijk ook een grote CBB-kantoren en daar hebben we rechtstreeks contact met het volk. Daar hebben we ook gezien dat er af en toe sprake is van een positief geval. Maar daar doen we zoveel mogelijk moeite om de COVID tegen te gaan. Maar wat de minister van Volksgezondheid zegt, het beste is die anderhalve meter afstand houden, je mondkapje ophouden, je handen wassen. Dan kan je het meest tegengaan, maar dan nog. Iedereen die geïnfecteerd is, moet in quarantaine. Maar in het binnenland worden bij een uitbraak in een afgelegen dorp naar plaatselijke oplossingen gezocht om verdere verspreiding in zo'n dorp tegen te gaan. Algemeen directeur van de medische zending, Herman Genti, zegt dan dat het voor zijn organisatie, die in hoofdzaak het binnenland van medische zorg voorziet, een ware uitdaging is. Hij noemt als voorbeeld de uitbraak in Kwamalasemutu, waarvoor bijtijds en in samenwerking met andere hulpdiensten passende oplossingen gevonden zijn op het stuk van isolatie en quarantaine. Ik noemde net isolatie en quarantaine faciliteren. Ik heb niet uitgebreid daarover gesproken, maar het Nationaal Protocol zegt dat in principe iedereen die positief is, geïsoleerd moet worden vanuit het Nationaal Protocol. Het is niet mogelijk in het binnenland om alle 16 mensen die op dit moment op Comala zitten, de 16 positieve mensen, om ze hier in Paramaribo te krijgen. De kosten voor transport enzovoort. Dus het nationaal beleid is wat dat betreft niet consequent, sorry dat ik het zo zeg, maar het is consequent, omdat er kosten mee gemoeid gaat en we kijken ook naar, het is ook niet zo handig om mensen uit hun eigen omgeving te halen en hier in Paramaribo op te sluiten in een geïsoleerde kamer. Je hoopt dus dat
met de juiste monitoring in een thuissituatie je hetzelfde effect kan krijgen. Natuurlijk zit daar de uitdaging van de mensen zelf. Houden ze zich aan de instructies die je ze geeft van luister, hou je zoveel als mogelijk apart van de andere mensen. Daar zit er een uitdaging in. Maar niet iedereen die in contact is geweest met een positieve, die gaat in overheidsquarantaine. Want die faciliteit is er niet in het dorp. Dus daar zit er een uitdaging om met de, ik sprak erover dat met de DC en dat soort mensen, dat we gaan zitten en kijken van hoe kunnen we dat op een efficiënte manier doen. Want het kost enorm veel geld om 16 mensen in quarantaine te houden in Kwamala. Ze elke dag te voorzien van eten en sanitaire omstandigheden. En natuurlijk hun gezinnen die het slachtoffer zijn geworden van zo'n een aandoening. Want ze zijn kostwinners en ze moeten gaan jagen enzovoort. En dat blijft dan uit. En dat vergt dus een heel grote aanpak van verschillende mensen. Dus ik kan me voorstellen dat een uitdaging is voor ons als land. Maar dat we toch wel ernaar kijken. We moeten zitten en kijken van hoe gaan we doen. Nu is Kwamala aan de orde. Maar het kan zijn dat we hier binnenkort ook nog Tipu en andere gebieden hebben waar we meerdere positieven hebben. En dat we het nationaal protocol moeten gaan inzetten. En dat vergt het land enorm veel geld. Het is alles behalve gemakkelijk. Ook voor de medische zending is het van groot belang dat ook in het binnenland het gevaarlijke coronavirus niet meer terrein wint. We zitten natuurlijk met een aantal uitdagingen zelf in het gebied. Een van de uitdagingen is het heel isolatie en quarantaine gebeuren in de geïsoleerde dorpen van ons. Denk eraan, de medezending is uiteindelijk verantwoordelijk voor het gezondheidsgebeuren in het binnenland. Maar je komt er niet onderuit om ook andere stakeholders aan te spreken en andere verantwoordelijkheden uit te zetten. Ik noem bijvoorbeeld het opzetten van een quarantaine en een isolatiefaciliteit zou hier in Paramaribo in de boezems gelegd kunnen worden van het NCCR en het Nationaal COVID-team. In het binnenland hebben we die rol ook als medische zending. Maar daar trekken we dus nauw samen met grote NGO's, maar ook met de dorpsgemeenschappen. Het traditioneel gezag om dat op te zetten. Er zijn niet overal alle voorzieningen. Bijvoorbeeld, hoe regel je voeding en dat soort andere dingen in een faciliteit die toegewezen is door het traditioneel gezag om te worden gebruikt als isolatiefaciliteit? Hoe ga je de voeding organiseren? Hoe ga je de sanitaire omstandigheden organiseren in zo'n een locatie? Dus het zijn allemaal zaken die aan de orde moeten komen en daar maken we gebruik van de districtscommissaris en de andere entiteiten in het gebied om die discussie te voeren om dan uiteindelijk te komen tot een bruikbare oplossing voor zo'n dorp. Het is niet makkelijk, het is zeer uitdagend, maar we denken dat met de medewerking van iedereen dat we toch wel voor alle gebieden, en ik noem maar Kwamala Samutu, maar hetzelfde geldt voor alle andere dorpen en leefgemeenschappen in het binnenland waar deze dingen spelen. Bij de ene gemeenschap heb je misschien meer mogelijkheden en bij de andere minder. Bij de ene heb je misschien meer NGO's die actief zijn, bij de andere heb je misschien geen. Dus daar zitten de uitdagingen in, maar het houdt ons bezig. Het houdt ons bezig. We zijn gemotiveerd om dit te doen. Het is een deel van ons werk en we zijn we moeten niet klagen. We zijn aardig op weg. En tot slot van deze 60ste aflevering van het COVID-19 journaal herinner ik u eraan. Suriname is nog steeds in partial lockdown vanaf 9 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Vergeet niet, regelmatig handen wassen, afstand houden en mondkap op. Let goed op uzelf.